We zijn op kantoor. Patrick die zegt net, hij heeft iets wat ik moet proeven, want dan doen we het andersom. Ik had laatst namelijk hem iets goors laten proeven. Nu mag ik iets proeven. Ik hoop niet dat het goor is. Ik ben heel benieuwd. Vertel. We hebben een mannetje gemaakt. Nicky had laatst natuurlijk een kleine uitdaging voor mij dat ik iets moet proeven. Ik wist niet wat het was. Dan gaan we het andersom doen. We maken wel wat lekkers. Dus met Raniné, roodkruid. Ik heb er hier al twee gemaakt. Die gaan we nu even in de vriezer doen. Hey Patrick, hoe kom je aan dit idee? Oh, wat een goeie vraag. geïnspireerd op de... Op ooit een oude Magnum smaak. Die wit chocola met een roodkruid en binnenkant. Wat mij betreft smaakt het precies zo. Als we dit chocolade opeten. Dat gaan we nu even in de vriezer doen. Dan zien we jullie straks. Kom, we gaan mee. Kom mee naar die vriezer. Bota en bolle gaan. Lekker zeg. We gaan een taste test doen. Niet zwaaien met messen, dan wordt ons filmpje geband. Ja. We gaan wel even naar de kantine. Want het is hier druk. Ik ga wel even hier zitten, naast de was. Niet één, maar drie. Counterpounters. Ik ben heel erg benieuwd. Zullen we beginnen met een bruine? We beginnen met een bruine. Hij is lekker zacht. Wie houdt daar niet van? Speciaal voor jou een tijdje uit de vriezer gehouden. Love it. En ik ga zelf ook even een stukje proeven. Nou, daar ben ik blij om, want als jij nou zei van proef jij maar, dan zou ik zeker dat het goed is. Zo ben ik. Het is een hele donkere. Okay. Ik weet niet of je dat Hij ziet er goed uit. Ja, kijk, er zit een brownie baas zo. Wat wel? Wow. Tering lekker. Het is. Moment. Deze is goed hoor. Oh. Is het puur? Er zitten ook nootjes in. Volgens mij. Mm-hmm. Of een crisp. Niet kijken. Even maar. Dit is. Je mag kijken. Een chococream crunchy cacao. Lekker. Wat is het laatste woord? Wat is het laatste woord van Trogra? Nocciole. 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 Maar het zit soort nootjes of zo zit erin. Weet je of je het goed kan zien? Nou, het is echt goede shit. Echt goede shit, ja. Het is heel crunchy. Haal hem eruit. Oh. Het is een soort chocopasta. Ja, maar dan wel een donkere chocopasta. Ja. Heel lekker. Dan? Je hebt meer. Ik heb zeker meer. We gaan naar een witte. Een witte. Ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. Oké. Okay. Ik weet dat jij niet... Je hebt het niet zo op elke soort bar. Nee. Maar dan, dat is met name wat is nou een bar soort, zeg maar een beetje? Wat jij nou eigenlijk niet... Schwarzwaldekiers. Zou ik nooit... Waarom niet? Kers. Kers met... Dus omdat er fruit in zit. Ja. Maar ik vind wel fruit lekker. Ik vind chocola lekker. Maar samen... Ja, okay. Nee. Dan ben ik heel benieuwd... wat jij hiervan vindt. Er zit namelijk wel een soort van fruit aan. Heel lekker. Ik vind hem heel lekker. Oké. Okay. Ik denk dat jij hem wel lekker vindt. Hij valt bijna. Ik zie hem, ja. Het is een soort rood laag zit erop. Mm. Oh ja. Hij ruikt naar rood fruit. Is het... Hij smaakt wel verrassend lekker, moet ik heel eerlijk bekennen. Mm-hmm. Dit is praliné, rood fruit. Hij smaakt naar framboos. Hij smaakt echt naar framboos. Ja. Dus ook weer een crisp. Lekker. En mij doet het heel erg denken aan een die witte Magnums die je vroeger had. Ja. Met die roze binnenkant. Ja, lekker. Eigenlijk is dat dit, maar dan in een bar. Ja.
En jij hebt het niet op fruit, maar ik vind deze wel erg deze lekker. Dit, ja, dit, misschien moeten we deze toch maar een kans geven. En dan hebben we nog één. Nog één over. Een broene zie ik, een broene. Heb je ook al even geproefd, Lisa? Wil je even proeven, Lisa? Het is geen gore shit, er zit geen augurk in. Er zit geen augurk in. Die heb je al wel geproefd, toch? Ja, oké. Okay. Nou, Lisa is druk aan. Sommige mensen die blijven bezig. Ja, sommige mensen die gaan gewoon aan het werk. Sommige mensen die zitten hier in de kantine gewoon een beetje te eten, ja. Een beetje te proeven. Het verschil moet er wezen. Maar je hebt ook mensen die bedden testen en zo, dus dat is ook gewoon werk. Dat is ook wel weer zo. Ik ga deze even kunnen laten zien. Hij is wat lager dan die andere. Ja. Lijkt wat kleiner. Ik heb zo niet dat ik gelijk dit kan plaatsen. Hij doet me een beetje denken aan een speculoos. Ja, het is geen speculoos. Oké, dat wil ik al wel verklappen. Maar hij ziet er wel goed uit, want... Hij smaakt wel een speculoos. Mm. In de verte. In de verte. Caramel crumble. Smaak caramel crumble. Lekker. Zou dan die crumble, zou dat dan speculoos stukjes zijn? Dat denk ik wel, maar... Ik moet ook niet meer vol mond praten. Dat is een beetje, ja. Gewoon pasta, geen crunch. Ja, maar er zit wel een beetje heel crunch lekker. In. Ja. Het is een beetje karamel, een beetje kruidnoot misschien wel. Ja, een beetje karamel, een beetje speculaas. Ik vind het een geslaagde taste test. Ik ook. Maar, als ik ze allemaal even zo ze zijn allemaal, ja. Wat, heb je ook een favoriet? Of vind je ze alle drie gewoon goed? Ja, ik vind ze alle drie goed. Maar als ik dan één nu zou als eerste kiezen, zou ik denk ik die donkere pakken. Mm-hmm. Dus die ga ik ook meenemen. Neem ik nog een stukje mee? Dan pak ik nog een stukje wit. Later. Joep.